Woensdag, we denken dag 12. We weten het niet meer. Stress. We vertrekken uit Italië. Sorry, uit Duitsland, Italië. Uit Schwarzwald. Schwarzwald, uit een Italiaans hotel waar Duits, Engels, Frans en Italiaans gesproken wordt. Maar voornamelijk Italiaans, wat wij niet verstaan. Maar goed, dit was wel grappig. Leuke blikken toch altijd. Hè? Oh mijn god, werkelijk waar. Oh, 12 was het. Ja, ik heb maar even een sneller teruggeschakeld. Doe al. 10% klimmen. Zo, hoi allemaal. Welkom terug bij onze video's. Mijn naam is Edi. Achter me rijdt Ellen en achterop zit Free. We rijden op dit moment in het Zwarte Woud in Duitsland. Wat is het daar mooi? Ik was er een klein kind eigenlijk nooit meer geweest. Maar fantastisch is dat. Het is echt heerlijk rijden daar. Mooie glooiende wegen. Echt gewoon super. Dag 12 van 14. We zijn onderweg terug naar Nederland. We moeten een beetje kilometer gaan maken. We gaan vandaag een paar keer de motor starten. De startmotor van Elle is nog steeds een stuk in die vakantie. Is inmiddels al lang gemaakt hoor. Maar in die vakantie waar we daar dus nu de video van gaan zien vandaag, was die echt nog hartstikke stuk. Die deed het echt niet meer. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. Het gaf wat handicaps. Elke keer als we stopten, dan moesten we de motor opnieuw starten. Maar goed, ik wens jullie heel veel kijkplezier. Hij is vrij lang de video. Voel je vrij om lekker erin te scrollen en te doen. Ik heb ervan gemaakt wat ik ervan gemaakt heb. Ik vind het een hele leuke video om naar te kijken. Maar goed, ik heb hem beleefd. Ik weet wat ik zie. Ik kan me zo voorstellen dat het voor jullie wat minder is. Maar ja, goed. Ik maak ze een beetje voor mezelf. Ook wel voor jullie om mee te kijken. Maar eigenlijk ook wel voor mezelf. Dus, ja, iedereen op het internet en op YouTube vraagt het. Klik even dat duimpje aan. YouTube vindt dat leuk. Dan krijg ik meer views. Ja, nou, doe maar als je het wil. Als je het niet wil, moet je het vooral niet doen. Veel kijkplezier. De dag 13 ga ik waarschijnlijk nog laten zien. Dag 14 is gewoon de reis naar huis. En dat is alles. Ja. Ik heb inmiddels ook een andere motor, dus deze ga je niet meer zien anders dan deze vakantie. En daarna is het gewoon klaar. Veel plezier met kijken en misschien hoor je me zo nog eventjes. Hij gaat de rest, hè? Hier. Oh, kut. Ik denk. Kijk door. Ik wil ook hier ook naar rechts kunnen. Het is niet een, zie je het, die weg komt gewoon samen. Ja. Het is geen fixed route, hè? Dus het is... Nee, ik maak me totaal geen zorgen. Het is wel grappig om te zien dat jij af en toe ook weer zo'n afslag heeft. Ja, zeker vandaag.
Wauw. Ja, best mooi. Weer een heel ander landschap, hè? Ja, maar dit vind ik super, zeg. Dat plaatje ook gewoon. Ja, het is echt best een impressionistisch schilderijtje. Ja, zoiets. Diepte er ook in. Erg mooi. Oh, Harbin. Ja, die zwarte vrij. Dank je. Yo. Ja, mag ook niet. Ik, Hallo, ik rij best op mijn kunnen, zeg maar. Ja, 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 ja. Oeh, goeie. Mooie vlakken trekken. Nice. De meningen zijn verdeeld onder wat mensen. Ik vind dit stukje echt gewoon super. Zo'n stukje mooie Nederland. Of ja, Nederland, wereld. Dit is Duitsland. En wat een super stukje was dit. Ik hou ervan. Wat een mooi stukje is dit. Ja, schiet. Ik echt adembenemend. Het is helemaal anders. Het is echt, dit hebben we echt al een keer gezien. Dat was niet van mij. Nee, correct.
De heuvels zijn lager, maar een beetje minder mooi. Bij zover ik kan zien. Dankjewel. Jop. Oeh, nou zo. Het was deze dag echt super warm. We moesten kilometers maken. We gaan binnendoor aan het rijden naar Frankrijk. We hebben nog geen idee waar, geloof ik. Volgens mij hadden we dat nog niet gereserveerd. Nee, dat klopt. Dat is waar. Dat hadden we nog niet gereserveerd. We zijn gewoon aan het rijden. het kost ons wel een beetje kop aan het eind van de dag. We stoppen heel laat vandaag. Het eerste hotel wat we vinden, dat vroeg iets te veel voor ons met z'n drieën. Voor wat wij vonden in het huis. Goed, ik laat je nu nog even verder genieten. Nee, dus jij net achter me, zeg maar. Ja, precies. Ja, rechtsaf. Ja, ik denk dat ik net was. Oh. We volgen gewoon de weg. Is barstellen vrij. Oeh. Tot aan de verbouwing is het vrij. Ja, dat is goed. We hebben vaker barstellen gehad. Beurs en lijkt wel. Komt goed. Zie. Barstellen. Ja. Ik vind een heel smal weggetje voor de keren, zeg maar. Ga de keren. Ga gewoon op. Weet je nog niet? Ja. Sliplift. Kom op hier, man. We zijn vandaag toch weer beland, zeg maar. Ik hou ervan.
god, wat gaan we nou doen? Weet niet zo rood. Ice. Het kan is pas op van rechts. Wat? Wat komt jouw kant op? Wauw. Wat? Wauw. Waar? Wat? Oh, daar. Blauw. Blauw. Wauw. Oh, wauw. Wauw. Wat is er wauw? Een vogel. Oké, okay. Het volgende is net de vogel, wauw. Oh, dat hoorde ik je niet. Ik dacht dat je zei, oh, blauw. Nee, wauw. Ben je aan het lachen? Nou, ik ging best wel schuin dat ik door een soort van instinctieve tenen optrok. Van, oh nee, die ben meteen op de grond. Heel goed. De lucht betrekt. Ik kan me niet spreken. Wacht waar. Fucking hell, dat ding is groot. Uit, dan moet je nog op. Je voelt het vanaf koelen. Hier. Oh. Godverdomme, wat is dat? Oh, wat mooi. Doe je? Oh, thanks. Ik hoorde een hoop herrie achter me. Ja, dat ik ook. Ja, in één keer. Takelde je mis? Ja, dat zat wel in de snelheid, maar... Een hoop geratel. Ja, het gaat herrie maken, maar ik ga even staan. Ik krijg namelijk last van mijn kont. Twee. Dat toch priester moeten worden, is dit? Wat had ik moeten worden? Priester! Waarom priester? Dat je staat te zegenen. Oh. Oh, zo. Hé, hé. Oké, nou, we zullen het wel zo. Je weet. Oh, kut! Ja, stil. Kut. Hoe dan? Gaat hij eruit? Yep. Ja. Er staat dus één. Sorry. Heb je hem? Ja. Yep. Heb jij hem? Ja. Ah, kut.
stop weer. Oh. Ik staat hier brood. Ja. Oké, gaat ie. Yes. Oh, thank god. Oké, ja. Ga ook naar de bokker. Oh. Ja, hebben ze. Dankjewel, schat. Dat is één, hè? Goed zo. Kijk dan. Alarm ligt uit. Ja, dat kan ik pas doen als mijn koppelingen zo stinkt. Jezus. Ja, daar gaat hij weer, hoor. Dat was een aanpas op de stok. Linkerkant. Okay. Oh ja, ik zie hem. Ja, hier is aan. Ja. Ja. Ja, wat is dit nou? Word ik afgezet bij de babyopvang? Wat? Ja. Nee. Ja, rij even een rondje al. Ik sta precies voor die ingang. Nou, oeh, goedjes aan de grond, dat zou ik weten. Mag ik vragen wat we hier doen? Wat zou dit zijn? Ja, een motorwinkel, dat snap ik, maar waarom? Nou, het is een beetje mosterd naar de maaltijd. Maar hier verkopen ze handschoenen. Ah! Ga je gang. Oei, we zijn heel de vakantie aan het kijken voor je. We zijn nooit echt in de buurt geweest. En deze was op goede afstand. Kijk eens wat er aan mijn antenne hangt. Nou, ga je gang. Nu volgen we er een hele hoop scheldwoorden die ik er van Ellen even echt uit moest knippen. Slaat hij af. Stap je gast erop. Hoe dan? Sorry. Ja, maakt niet uit. Oh ja. Waar was ze? Weer ook tijd om huis te gaan. Hij zegt dus die kant op naar boven. Ja, heb je? We zijn dus net vertrokken bij die benzinepomp. En daar hebben we even wat gegeten en wat gedronken. En de bui even over laten waaien. Ik denk dat we daar zeker wel een uur gezeten hebben. De benzinepomp-eigenaar was zeer aardig. Vriend ook wel een patiënt aan ons. Die liet ons ook gewoon zitten. Die had ook echt wel door dat op de motor in de regen dat nog niet helemaal ging worden. We hebben daar een flinke bui gehad, hebben die benzinepomp net. Ja, en inderdaad, die startmotor blijkt achteraf ook een beetje het schakelpookje. Die begon ook los te zitten. Maar dat hadden we helemaal nog niet door op dat moment. Echt pas op de laatste dag werd het echt zo erg dat we elke dag niet meer kon schakelen. En toen hadden we door dat het versnellingspookje los had. Ja, zie dat maar. Als het langzaamaan minder wordt, dan heb je het niet meteen door. Dat hadden wij niet toen. Of wel helemaal niet. Die rijdt nog niet zo heel lang op deze motor, dus die is nog steeds aan het wennen. Ja, dit is gewoon een fantastisch mooi stuk. Heerlijk lange bochten. Je mag het ook echt niet hard. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd, geloof ik. Maar wat een mooi stuk is dit.
Nou ja, op naar Frankrijk. We hebben een doel gesteld. We hebben een hotel gevonden, althans. Dat idee hadden we althans, zeg maar. Huh? Oep. Sorry. Op zich, uit de buiten. Ik heb meteen niet door die toeter, laat me wat terug. Eeuw. Jee, nou doe je. Cool. Oh. Is er erachter of niet? Pauze, Vree. Ah. Kom. Staan we hier niemand in de weg? Ik denk van... Gaat het? Mag ik helpen? Leunis? Het scheelt gewoon als je wat langer kan niet zeggen sterven, maar in ieder geval wat groter bent en zo'n brommetje zoals een BMW 1100 RT aan de kant kan zetten. Die, ik ga slaag. Maar goed, je zag mij de brommer op de rand zetten. Dat komt omdat hij wat verlaagd is. En dan werkt de zijstandaard gewoon wat minder goed. De brommer zegt zo. Maar goed, dat was dus de reden dat je mij even die brommer aan de kant ziet zetten. Koud. Koud. Hij ging dik, behalve cola. Ja, kom niet. Yes. Hop. Ja, kijk, ben je? Gaat dan mis. Oh. Oh, wat lekker die rijwind. Yep. Oh. We gaan een peage op. Een wat? Tolweg. Een wat? Tolweg. Tango Oscar Lima. Tolweg. En dan moeten we even onze pasjes gereden hebben. Ah, kunnen we hier ook plassen? Plassen, vast wel. Dat is een perfecte baan. Ja. Serieus? Ja. Wat is er wel? Niks. Wat is er? Niks. Ga het passen. Kom op. Oeh. Nog een besuit? Nee. Doe maar wel. Ik hou er wel van aan, joh. Dat lukt ook. Ja. Wat is dat? Is lekker, schat. Ben je klaar voor? Jo.
kijken. Moment. Als voor als je een paar rijden bij hebt. Oké. Er zit een dingetje waar je op kaartje moet zetten. Yes. Dan haal je €1,40. Dan haal je een pasje, dan haal je ervoor. Dan heb je weer wat ticket. Draai je dan met je. En mijn voorliegen. Heel. De rechts is vrij voor zover ik kan zien. Ja. Oeh. Zo. Voilà. Oh, gadverdamme, dit is heel vies. Wat? Nou, ik had toch dat de halfdome vliegt vanmorgen. Ja. Die zegt... Hij zegt dat we terug moeten. Ja, volgens mij moeten we de andere kant op. Maar niet. Gaat hier 130 meter links. Ja, zullen we gewoon een straatje keren, want ik denk dat dat een hele vervelende heuvel is. Ja. Doe daar op het pleintje verkeren, dat heeft meer ruimte. Dankjewel, schat. Dankjewel. Kijk. Hier even rondgooien. Hier hebben we het meeste ruimte. Ja. Wacht even, ik rijd daar even. Kom maar zo aan. Mijn hoofd. Hey, ik ga nu over het grind. Oké. Ja, dat mag je voor ook. Ja, hij stuurt ons nog steeds hier omhoog. Hij stuurt ons nog steeds hier omhoog, stuurt. Ja, daar gaan we. We schreeuwen de microfoon aan je bij. Oh, zit je gehoor misschien nog steeds niet goed? Nou, ik denk dat je microfoon daar even in kan zitten. Oh, sorry hoor. Ik hoop dat je goed op je navigatie kijkt. Bijna de hotel idee. Oh, kut. Ja, dit is super toch geen kut, sorry hoor. Waar ga jij heen? Waar ben je? Ja, waar ben je? Oké, goedemorgen. Hoor je ons nog of niet? Ik ben omhoog gegaan. En had ik misschien. Ja, er tussendoor. Ja, dankjewel. Goed zo. Wow. Ja. Hi. Doe je wampjes even aan. Hou je daar geen mond op lekker. Drempel. Ja, mag ik heel even iets zeggen over die drempel van net? Ja, daar hebben we ons best voor gedaan om ze te missen. Ik heb echt serieus, ik lag er half naast. Echt niet. Alweer, nee, echt wel. Dat is traditie van de drempel als deze komt jou weer verhaald, check. Ja, ho. Ik wist inderdaad wel wat er op de plaatje stond. Ik ben. En ik denk dat we links en rechts gaan. Ja. Ja. Ik denk dat hij hier links op het plein zit. De Place de la. Dat is inderdaad, ja, dat is het. Ja, ik denk zo, ik ben een dobbel Hollander. Het rode bord met een witte streepje, hè? Erk. Dat ook? Oh, hier mogen we niet in. Hier mogen we niet in. Ja, dus de volgende keer dat jij hem klem zet op een plek waar ik niet anders dan een klein draaitje kan maken, dan stap ik af. Jurk, man.
Ja, dat is inderdaad het juiste. Erkman. Erkman, ja. Erkman. Erkman. Frederik. Ja? Sjoe. Maar... Overstijgen. Het is zo lekker. Ga ik maar weer weg, hè? Motor gaan. Je moet het. Wat was dat? Gaat daar portemonnee in een open zak? Heel goed.